Bij Cooking Live ontvangen we regelmatig productvragen over de appelschillen. Nu hebben we er heel veel in het assortiment en ik laat jullie vandaag even met deze van Cozy & Trendy zien hoe je zo'n ding nou eigenlijk gebruikt. Hier zie je een hendeltje die bestuurt de zuignap, waarmee je hem zo stevig op de tafel kan zetten. De appel heb ik er al even ingedaan, dat is gewoon een kwestie van hem erop schuiven. Kind kan de was doen. Dan komt ook nog eens de vraag, kan je hem naast snijden en schillen ook alleen schillen? Ja, dat kan. Dit rondje hier boort normaal het klokhuis eruit en die snijdt hem dan in plakjes. Maar als je even het moertje losdraait en hem weglaat, dan kan je hem heel simpel alleen maar schillen. Wil je hem nu ook in plakjes snijden, dan doe je hem gewoon ervoor. Dan draai je hem weer aan. En dan snijdt hij hem en dan schilt hij hem. Dat is echt heel lekker voor appelbeheer.